Nou ja, vroeger was het dat de dikste en de, nou ja, de lelijkste in de goal stond. Maar dat is geloof ik niet meer zo. Het, keeper, daar kies je niet altijd voor. En ik was veel geblesseerd. En op een gegeven moment was het een keus of keeper of helemaal stoppen. Reactievermogen. Je hoort wel dat je veel ervaring nodig hebt. En ik merk het ook. Zij is wat ouder dan ik en zij staat als eerste keep. Ze is ook nog wel wat beter hoor. Ja, natuurlijk helemaal niks. Het keepers is het belangrijkste van het hele team. Dus, lijkt me wel. Ik heb een keer meteen gebroken. Gebroken ribben, kaak uit de kom, gebroken borstbeen. Gewoon een heel vrij gevoel dat je het kan duiken en je kan veel meer dan dat spelers mogen. Je outfit moet er wel goed uitzien, anders is het niet leuk.